de grote tattoo met zeer gerenommeerde korpsen. En natuurlijk ook onze jubilarissen. En de korpsen zal ik straks aan u introduceren. Daarna, het geheel van de tattoo, moet ik nog even zeggen, is in handen. Dus de regie daarvan heeft de heer Leeuwenhout, die u steeds een beetje rond ziet lopen, onze floor manager dus. Daarna hebben we de trekking van de hoofdprijs van de jubileumloterij door notaris Pinkaerts. En daar ziet u de hoofdprijs hangen. En tot slot natuurlijk het grandioze vuurwerk. En ik wens u vanavond veel kijk- en luistergenot.
dames en heren, jongens en meisjes. Ruim een week geleden zijn we begonnen aan de grote feestweek van Harmonie Sint Cecilia, vorige week zaterdag. Ik heb de mensen van Asten vorige week uitgenodigd om samen met de Harmonie feest te komen vieren. Want 100 jaar Harmonie is een feest voor de Harmonie, maar feest voor heel Asten. En dat u dat gedaan heeft, Astenaren, dat hebben we geweten in de tennishal, waar het een heel groot feest is geweest. Vele Astenaren hebben onze festiviteiten bezocht en dat hebben we bijzonder op prijs gesteld. Namens de Harmonie zou ik alleen maar willen zeggen, Asten, bedankt! Het was geweldig dat jullie met Harmonie Sint Cecilia ons eeuwfeest hebben willen vieren. Heel hartelijk dank namens de Harmonie. En dat het dan een schitterende is van zo'n feestweek, dat denk ik dat u het mee eens bent, dat heb je hier vanavond kunnen zien. En daarvoor zijn wij de korpsen die daaraan deel hebben genomen, bijzonder dankbaar. Dankbaar dat zij samen met ons dit feest hebben willen besluiten. Ik wil ze heel graag namens onze Harmonie een klein aandenken, een plaquette overhandigen als herinnering aan hun deelname aan de tattoo hier in Asten. Namens de Harmonie, daarvoor heel hartelijk dank. Prijs 1 komt op nummer 224. Niemand hier, dan blijft hij hangen. Dan laten we eens komen kijken. Volgeloten worden. De heer Roefnagel zal nu de speelbals overhandigen aan de winnaars, de jury van de Heuvel. Thank you.